Ik vind het zo erg. De verslagenheid is groot nadat het lichaam van de 14-jarige Esmee uit Hazeswoude-Rijndijk op Oudjaarsdag wordt gevonden in Leiden. Op de plek, langs het treinspoor bij Leiden-Lammenschans, ontstaat een gedenkplek. Ik ken haar er van vroeger wel. En ik heb vroeger ook nog met haar naar buiten gegaan. En we hebben nog afgesproken. En ja, dat. Ze kwam altijd op de kinderboerderij. En daar ging ze dan paard rijden. Dat was altijd heel gezellig. Wat voor meisje was het? Behulpzaam, lief, grappig. Ja, het was altijd gezellig. En wat doet het je nu, nu je hier staat, zo op die plek waar ze is gevonden? Ja, het is echt heel erg. Ja, ik weet niet. Boos, ja, verdrietig. Dat is, ja. Je hebt een bloemetje gelegd? Ja, een blikje energy neergezet. Ja, waarom een blikje energy? Nou, dat vond ze best echt lekker, dus toen hebben we dat neergezet. Uit politieonderzoek naar de dood van Esmee blijkt al snel dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Een 32-jarige man uit Leiden wordt aangehouden. Hij wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van ontucht en moord of doodslag. Meerdere bronnen hebben aan mediapartner Omroep West bevestigd dat de verdachte Olivier van der G. is, de turnleraar van het 14-jarige slachtoffer. Zij en ik hadden dezelfde turnleraar en ik heb een paar kinderen in mijn klas die bij haar in de klas zaten. Ja, het is echt verschrikkelijk. Het is een leeftijdsgenoot. Ze had zo'n leuk leven en ze was... Ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik kan het verhaal niet afmaken. Wat doet het met de club, met de leden en iedereen die daar aan vast zit? Ja, zeker ook toch de jonge leeftijd van Esmee. Vol in het leven, enthousiast, betrokken. En als ze ook de lessen van de Ginsportleider wil volgen, was natuurlijk heel fijn. Maar ja, als we op deze manier dat ze is komen te overlijden. Ja, dat wordt toch geassocieerd met jonge leeftijd die we ook veel mensen binnen de club hebben. Dus dat, wat ik al zei, dat slaat in als een bom.